Hoi, hoi. Daar zijn we weer. Dit album heb ik nog geen naam gegeven. Maar de papieren wou ik gewoon eventjes laten zien hoe leuk het is om met wat simpeler papier toch iets leuks te kunnen maken. Ik vind het eindresultaat lijkt wel kan erg goed vermijden. Jonge meisjes op school kunnen leuke dingetjes erin schrijven. De eerste pagina is natuurlijk weer een pocket. Altijd de eerste pagina benutten, vind ik altijd. En de tweede is lekker fleurig met roze. De pocket en een booklet. Dingetjes in schrijven, foto's. En in iedere pagina zit weer een wat grotere tag, kaart. Waar je weer van alles op kunt schrijven. Zoals je ziet weer een hele hoop mogelijkheden met kaartjes. Denk ik niet allemaal te laten kijken. Het is toch eigenlijk, het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Een leuke, mooi oranje. Het bloemetje. Genoeg plaatst. Maar het papier vond ik lekker vrolijk. Roze, rood, felle kleurtjes. Doet het altijd goed. Bij mij in ieder geval. Ik word heel vrolijk van. We gaan lekker de zomer in. Dus niet te veel brabbelen. Had ik mij voorgenomen. Daar ben ik dus niet zo'n ster in. In het brabbelen. Het komt ook eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Hè? Deze pagina's. Is toch weer allemaal net iets anders. Deze zijn bijna allemaal hetzelfde. Iedere pagina is hetzelfde. Met een kleine pocket onderin. Dus de kleurtjes. Ik doe altijd aan deze kant een kleur. En aan die kant een kleur die bij elkaar passen. En dan is het weer mooi één geheel. Nog plaats. Mooi geel. Lekker vrolijk, lekker zomers. En de laatste pagina alweer. Ook nog een paar kleinigheidjes. Aan de andere kant kan je ook weer van alles opschrijven. Een leuke, toch een mooie, simpele uitvoering. Met aan de zijkant, kijk, genoeg plaats. Genoeg plaats. Gewoon nog heel veel. Heel veel in kan. Ik heb er geen extra sluiting aan gemaakt. Het hoeft niet altijd. Bedankt voor het kijken.